Oké, jongens, hey, we zitten hier nou in mijn achterkamer. Je kan het tuinhuisje daar zien in de tuin zetten. Het is echt ongelooflijk. Ik heb eerder vandaag een hartstikke leuk gesprek gehad met Edwin van Vloembier. Ik zit helemaal te lachen, maar goed. Die, heeft zijn, die zit echt met een grijns hier. Dat is zijn schoonvader Roy. We zitten hier bij mij in de kamer nu. En ik heb Edwin vandaag even eerder gesproken. Want die had zijn release van zijn eerste echte bier. Officieel, commercieel op de markt. We pakken even het flesje erbij. Ik heb hem hier. Ja, ik heb hem hier staan. Ik moet hem even in de gaten gaan houden, jongens. Vloembier. Grote Verbond. Ja, dat is even een rare hoek. Grote Verbond. Ja. Hallo. en daar komt nog een review van. Dus maak je mee druk. Daar komt nog een review van. Maar we zitten hier nou echt even aan wat van zijn testbrowsers. En we hebben een hartstikke leuke avond. En ik heb hier een. Nou, vertel jij even wat over het bier. Ja, het is jouw bier, jij moet er maar over vertellen. Ja, dit is Double IPA. En als je Thomas nu ziet ruiken, dan... Het is absurd. Ja, toch? Ja, nee, dit is wel... Toch een leuzel, dit? Dit is heel, heel intens. Ja. Vertel even over mouwprofiel, als je wilt. Over mouwprofiel en dropprofiel. Ik ben even mijn administratie bij pakken, hoor. Dit wordt waarschijnlijk een hele. Dit wordt echt een rough video. Deze ga ik waarschijnlijk gewoon zo uploaden. Oh, ik kijk de hele tijd op het scherm, niet naar de camera. Nee. Deze wordt waarschijnlijk gewoon zo geüpload zonder ook maar iets te editen. Ja, dat je schil kijkt inderdaad. Moet ik alles vertellen? Als je wilt. Dan zei je, je hoeft geen hoeveelheden, maar ik ben gewoon benieuwd naar de moutsoort. Ja, nou gewoon zwaan ale, pilweed, 1 kilogram op. Wat is het? 25 liter. Karamout, barley flaked, havermout, havervlokken en gerstevlokken en Munich. Asaka, hop, Columbus weer, nog een keer Asaka, Columbus, Mosaic, Simcoe. Genoeg. En van alles heel veel natuurlijk. En van alles heel veel, ja, het is double. Jongens, ik kon sferen en Edwin zegt, nee, dat zit er echt niet in. Ik kon sferen dat hier lactose door moest zitten, want dit is... Mijn de eerste keer dat ik ruik... Het is wel heel spontaan dit allemaal, hè? Dit is super spontaan. Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar dit is wat ik ruik is... mango, ananas en perzik, romeis. Het is echt... Ik kreeg hem aangeboden bij mij in de tuin. Het was echt onneuzel. Ik denk, wat gebeurt hier? Echt waar. Dit is absurd. Het is echt... Dit gaat echt... Op alle positieve manieren, dit gaat nergens over. Dit is... Je hebt hem niet eens geproefd. Ik heb hem al geproefd. Oh, wel, oké. Okay. De haver. Heel bitter ook hoor. Hij heeft een hele mooie bitterheid. Maar perfect in balans met zoetheid van de mout. Heel mooi mondgevoel. Niet dat je zegt, ik ben hem over 10 minuten nog aan het kauwen. Dik, maar wel mooi romig. Nee, klopt, ja. En inderdaad, dat zeg ik. Ik heb het gevoel dat hier gewoon lactose door moet zitten. Want hij heeft gewoon echt dat romige... Soft ijs, volle kwark, zoete, romige. Ja. Absurd. Nee, zit er niet door. Echt niet. Ik ben het met je schoonvader eens. Ik weet dat we net zei. Voordat ik hem proefde, zei Edwin schoonvader Roy: die zei nog, dit moet je als je volgende bier op de markt brengen. En eigenlijk had ik zoiets van: je eerste bier was een IPA. Dat moet je niet doen. Mm-hmm. Want als je dat doet, dan ga je van IPA naar IPA. Ja, toch? Ja. Het is niet te beschrijven. Onwijs. Hij is fantastisch lekker. Echt waar, Edwin. Dit is... En dan zegt hij nog van, dit snapt niemand. Ja, als je van IPA naar IPA gaat, dat is wel... In Appingedam is het misschien een beetje lastig. Maar voor de echte... Ons gunnigers kennen dat nooit. Nee. Laten we heel eerlijk zijn. Over het algemeen... craft beer scene is in heel veel plekken in Nederland, niet alleen in het noorden, maar heel veel plekken in Nederland. IPA is een keer een leuk IPA'tje van, voilà. Maar over het algemeen zijn het dubbels en triples. Dus dit kennen ze niet. En als jij zegt... Ze maken de overstap in juist. Van Afrigum naar een... Naar het grote, verbond. Ja. Van een Afrigum overstappen naar het grote verbond, die snap ik. Van een Afrigum naar dat jij zegt, ik heb hier een 8,2% double IPA die smaakt naar... ananas, mango en perzik romeis, dan zegt de gemiddelde bierdrinker, hè? Deze bierdrinkers zeggen ja. dit is super. En ik snap dat je hem niet als je volgende bier gaat doen. Ja, dat kan. Ja. Maar als jij ik vind het wel leuk om als een special te doen.
Ja, precies. Als jij deze niet op de markt brengt, dan heb je ruzie met hem. Maar intussen, zoals ik al zei, jongens, het grote verbond. Er komt nog een review aan. En, in spiegelbeeld, volgens mij. Nee, als het goed is, doet hij het goed. Ja, je ziet hem nu in spiegelbeeld, maar als het goed is, doet mijn camera hem weer. Ja, okay, ja. Ja. Nee, als het goed is, het grote verbond, jullie zien nog wel een review langskomen. En ik hoop dat die her en der wat beschikbaar wordt. Dit is Vloembier. Moet je in de gaten houden. Nou, gaan we door. Check it. Komt helemaal goed. Een rode baantje, zeg maar. Ja, dit is, we zijn al een tijdje bezig. Ja, dit is topspeel, jongens. Tot de volgende keer, jongens. Proost.